De provincie Zuid-Holland werkt er hard aan om de bereikbaarheid in de regio Holland-Rijnland te verbeteren. En dat doen ze door aanleg van de Rijnlandroute. Een enorm infrastructureel project. En wat daar allemaal bij komt kijken, zie je elk kwartaal in een nieuwe aflevering van de Rijnlandroute. De Rijnlandroute bestaat uit drie delen. De Tjalmaweg bij Valkenburg wordt verbreed en deels verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Naast de Torenvlietbrug komt een tweede nieuwe brug. Ook het fietspad wordt aangepast en is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Tussen de A4 en de A44 komt een nieuwe weg, de N434. Deze weg bestaat uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,5 kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 worden ook delen van de A44 en A4 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Ook de aansluiting Leiden-West verandert fors. De Europaweg in Leiden wordt ook verbreed. De Lammebrug wordt vervangen door een bredere en hogere brug. En het Lammeschansplein wordt opnieuw ingericht, net als de fietspaden. Het grootste projectonderdeel is de aanleg van de boortunnel, maar er gebeurt nog veel meer. Ook het bestaande wegennet in de regio moet soms tijdelijk worden aangepast om de werkzaamheden snel en veilig te kunnen laten plaatsvinden. Om de aansluiting Leiden-West bereikbaar te houden en de doorstroming van het verkeer op de N206 en de A44 te garanderen, is voor een unieke oplossing gekozen. De DDI, de Diverging Diamond Interchange. Ofwel de eerste gevlochten diamantaansluiting van Nederland. Angelo van Turenhout is verkeersmanager van de aannemer en verantwoordelijk voor deze aansluiting. Angelo, jij bent verkeersmanager. Jij managt verkeer. Probeer ik. Wat houdt jouw baan in? Ik ben bezig continu oplossingen te zoeken voor problemen die een uitvoerder of een opdrachtgever als een provincie of een gemeente hebben met het verkeer wat zij willen laten doorstromen. Dus eigenlijk ben je altijd nieuwe situaties aan het bedenken die oude situaties moeten vervangen om dat te verbeteren? Bijna alles valt te verbeteren, dus het hoeft niet per se heel oud te zijn. Je hebt voorlopig nog werk. Ja, het blijft altijd werk. Ja. Maar ook voor de tijdelijke situaties, en daar gaat het vaak om. Als je iets wil bouwen, moeten soms dingen wat smaller, wat krapper, wat kleiner. En dan moet je toch inderdaad het verkeer proberen langs te krijgen. Ja, nou, dat is hier ook heel duidelijk het geval bij Leiden-West. Dit is een gevlochten diamantaansluiting. Dat klinkt wel chic, hè? Dat is best chic om om zo te noemen. Het is ook een van de eerste natuurlijk. Ja, de eerste in Nederland. De eerste in Nederland, dat klopt. Ja, want wat is een gevlochten diamantaansluiting? Je zorgt bij een ongelijkvloerse kruising, dus waar een hoofdweg, een snelweg, onderliggend wegennet kruist. Dat is of de bovenlangs of onderlangs. Dat is hier de A44. Hier de A44. En dit is de N206. En de 206. Zorg je dat de aansluitingen, met name de afslaande bewegingen, vrij kunnen stromen. Dit was de oorspronkelijke situatie. Verkeer van en naar Leiden reed rechtdoor over de N206. Verkeer, bijvoorbeeld komende vanuit Amsterdam, moest onderaan de afslag deze N206 oversteken om vervolgens links af te slaan naar de stad. Op deze illustratie zie je wat er dan gebeurt. De kruisende verkeersstromen leveren 10 conflictsituaties op, hier aangegeven met de rode stippen. Door het aanleggen van de DDI, de gevlochten aansluiting, ziet het er zo uit. Het verkeer op de N206 wordt naar de andere kant van de weg geleid en kan gewoon doorstromen. Tegelijkertijd kan al het afslaande verkeer vanaf de snelweg ook doorstromen zonder dat het verkeer op de N206 hier last van heeft. In deze nieuwe situatie blijven dan nog slechts 2 plekken over waar het verkeer kruist. Daarmee is het aantal conflictsituaties teruggebracht van 10 naar 2. De eerste keer dat ik die afslag nam, en ik ging hier links, en dan is het, jij zegt van ja, dan hoef je niet al die conflicten, weet je wel, je kunt in één keer zo doorstromen. Ja. Maar ik dacht wel even, gaat dit goed? Zit ik aan de goede kant van de weg? Want voor mijn gevoel moet je natuurlijk aan de andere kant van het viaduct rijden. Dat klopt. En nu rij je opeens links. Dat is best verwarrend, denk ik, voor sommige automobilisten. Dat klopt. Daarom hebben we vooraf ook inderdaad veel aandacht geschonken aan het informeren van mensen over hoe dat de nieuwe situatie eruit gaat zien.
En hoe doe je dat dan? We hebben in eerste instantie getoetst met simulaties. Een simulatie, dan moet je denken dat je als het ware in een auto zit met een scherm voor je. En je de situatie dat je er doorheen kunt rijden. En op die manier hebben we beproefd of dat mensen begrepen hoe dat de nieuwe situatie dadelijk eruit komt te zien. En vervolgens hebben we gebruik gemaakt van animaties die we via social media en via website hebben verspreid. Zodat mensen inderdaad vooraf duidelijk weten, nou, als ik vanuit Amsterdam kom, moet ik zo naar Leiden rijden. En als ik vanuit Den Haag kom of vanuit Katwijk of vanuit Leiden, eigenlijk alle mogelijke routes? Daar is een animatie van en die kun je in principe gewoon vooraf al gereden hebben. Maar voor die tijd hebben we natuurlijk, om de wegbeheerder mee te krijgen, de politie, de brandweer, de ambulancedienst, busmaatschappijen, hebben met hen ook inderdaad die simulaties gedaan. Op die manier is er dus ook door alle autoriteiten die er wat over kunnen zeggen, naar gekeken en vooraf een eerste opzet gemaakt, als het ware. Ja. Hebben jullie nog veel moeten veranderen naar aanleiding van de feedback die jullie kregen? Want je bedenkt iets en dan gaan al die mensen er opeens gebruik van maken. Die komen natuurlijk met van, luister, leuk allemaal, maar kan dat niet anders of is dat niet beter? In het begin waren we echt heel druk met het maken van alle geleidingslijnen en heel druk. Alles kwam op straat te staan. Maar het werd er niet duidelijker op. Mensen jullie dachten van wel. Ja, ik denk nog een lijntje hier en nog een lijntje hier. Maar uiteindelijk hebben we het teruggebracht naar de meest essentiële dingen, zodat mensen gemakkelijker kunnen volgen waar ze op rijden. Wat is bij jullie vooral belangrijk geweest bij het ontwerpen van deze constructie? Je kunt allemaal volgens de regeltjes dingen hebben neergezet, maar is het dan nog wel te begrijpen door mensen? Dus kunnen de mensen het nog wel vatten? En dat was ook een van de belangrijkste dingen in die testen met die simulator. Begrijpen we het nog wel? En sommige dingen komen daaruit naar voren dat bebording iets eerder moet komen, want anders heb ik te weinig tijd om erover na te denken en voor te sorteren. Er zijn ook barriers gekomen, met name om niet verblind te worden door de koplampen die tegenover je komen. Want je hebt natuurlijk ook een avondsituatie. Nu ligt dit er een aantal maanden. Ja. Wat merk je? Ja, het is veel beter. Ja, dat snap ik. Omdat het jouw project is, zou ik dat ook zeggen. Nee, maar wat merk je dan concreet? Wat levert het op? Het is veiliger, want we hebben minder conflict situaties. Die 10 zijn teruggebracht naar 2. Er is een betere doorstroming. Mensen staan 30% minder stil. 30? Ja. Dat is veel. Dat is heel veel. En dan nog met minder asfalt. Want daar waren hier 2 extra stroken. Aan beide kanten een strook is er afgehaald. En om dan te kunnen werken? Om te kunnen werken. Is er ook ergens nog een nadeeltje? Want dit klinkt allemaal natuurlijk helemaal fantastisch. Er is wel iets. Wat dan? Ja, dat wil ik ook horen. Normaal gesproken, als er op de A44 stil zou staan, dan is er een mogelijkheid voor hulpdiensten. Dat is de afrit en de toerit nemen. Ja. Je kunt nu niet meer oversteken. Oh, je kan niet meer afsnijden? Nee. Oh ja, dat is natuurlijk. Maar we hebben gelukkig nog de vluchtstrook. We hebben vluchtstroken waar dat inderdaad door opgelost is. Inmiddels is deze DDI ruim een jaar in gebruik. De provincie heeft dit hier als tijdelijke maatregel ingevoerd, maar gezien het succes zou het zomaar kunnen dat we in de toekomst meer van dit soort diamantvlechten gaan zien in Nederland. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe de verdiepte ligging van de nieuwe N434 gebouwd wordt. Na het plaatsen van de damwanden wordt via retourbemaling het grondwater weggepompt, waarna de betonnen constructie kan worden gebouwd. Deze constructie wordt vervolgens met 6000 ankers van maximaal 65 meter diep vastgezet in de grond om te voorkomen dat de bak door de druk van het grondwater gaat drijven. Even verderop, langs de Tjalmaweg bij Valkenburg, zijn inmiddels ook de werkzaamheden gestart. Hier wordt de N206 verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken en ook deels half verdiept aangelegd. Binnenkort begint de bouw van deze verdiepte ligging. Hier heeft de aannemer echter voor een andere manier gekozen om het grondwater tegen te houden. Wouter Koning is technisch manager van de provincie en legt uit wat de werkzaamheden aan de Tjalmaweg gaan inhouden. Wouter, we hebben gezien hoe de verdiepte ligging bij de N434 wordt aangelegd met al die betonnen bakken en die trekankers. Ja. Dit is weer een andere aannemer, hè? Klopt. Die dit deel van het project doet, want dit is de weg richting Katwijk, de N206. Ja, de Tjalmaweg. Ja, maar dat wordt weer door een andere aannemer gedaan. Klopt, ja. We hebben het project Rijnlandroute in 3 deelprojecten opgedeeld. En vorige keer was je bij Komel, die doet de N434 en de verdiepte ligging in de tunnel. En hier bouwt Boskalis voor ons de Tjalmaweg. Zo groot is het?
Ja, het is een gigantisch project, bijna een miljard. Hè? En, dus het is heel veel geld. En nou, we willen ook iedereen, alle aannemers in Nederland, een kans geven om iets van dit mooie project te kunnen maken. Dus daarom hebben we het ook opgedeeld in 3 projecten. Nou, wordt deze weg wordt ook deels verdiept aangelegd. Daar heb je dus ook te maken met grondwater. Maar dat wordt op een andere manier tegengehouden dan dat we hebben gezien bij de N434, hè? Ja, zeker. Ja. Waarom is dat anders? Nou, eigenlijk kun je deze 2 verdiepte liggingen van de Chalmerweg en van de N434 niet echt met elkaar vergelijken. We hebben hier een half verdiepte ligging die maximaal tot 2 meter ongeveer onder het maaiveld gaat. Terwijl ze verderop bij de N434 tot wel 6, 7, 8 meter diep gaan. En omdat we hier minder diep gaan, is ook een andere techniek mogelijk om de verdiepte ligging waterdicht te maken. Eerst worden langs de verdiepte ligging van de Chalmaweg damwanden geplaatst om het grondwater van de zijkant tegen te houden. Om ervoor te zorgen dat er ook van onderaf geen grondwater de verdiepte ligging inkomt, wordt er gel geïnjecteerd in de bodem. Dat gebeurt door duizenden van deze slangetjes. Die gel wordt hard en vormt een laag in de bodem waardoor een waterdichte kuip ontstaat. Die wordt uitgegraven en daar wordt vervolgens de folie in aangebracht. We beginnen met een beschermlaag, een beetje viltachtig materiaal. Oh echt? Ja. En dat leggen we op de bodem. Nou, dat kan gewoon een dun stofje eigenlijk. Ja, en die moeten ervoor zorgen dat er scherpe steentjes bijvoorbeeld in het zand niet door de folie heen prikken. En daarbovenop leggen we dan de folie aan. Nou, het is niet de folie die de meeste mensen in hun tuin hebben, in een vijver. Het is echt stevig spul. Dan leggen we daarbovenop weer een grote laag zand. Hoeveel? Nou, het ligt eraan hoe diep we gaan, maar zeker 2 tot 3, soms wel 4 meter zand moet erop. Okay. En dat zand is bedoeld om tegendruk te bieden aan het grondwater. Maar even, hè? Nou ben ik bij die N434 geweest. Ja. Daar worden betonnen blokken, die wegen tonnen, ja, die worden daar neergelegd. Ja. En dat grondwater drukt die blokken nog steeds omhoog. Daarom worden ze vastgezet met 6000 van die trekankers die, precies, 60 meter diep de grond ingaan. Klopt. En hier komen ze aan met een folie van 2 mm. Ja. En dat houdt datzelfde grondwater tegen. Ja, niet wel qua waterdichtheid, maar niet qua gronddruk. Dus de waterdruk wil nog steeds de folie omhoog drukken. Dat is vanwege die diepte dus, wat je net, precies, zei. Dat ze daar dieper gaan, daar is die druk hoger. Ja, dus hoe dieper je gaat, hoe meer het water tegen de onderkant drukt. En wij leggen hier de zand bovenop. Wat een verschil, joh. Ja, ja. Wij leggen hier zand bovenop en die zand die drukt de folie weer naar beneden tegen het grondwater aan. Nou, en daardoor ligt het in evenwicht. En er is nog een verschil. De zijwanden van de verdiepte Chalmaweg zijn straks ook niet van beton, zoals bij de nieuwe N434, maar van grond. Om te voorkomen dat deze grond verzakt, wordt een speciale methode gebruikt. Wouter laat aan de hand van een experiment zien hoe dit werkt. Ik ga dit bakje nu vullen met zand. En de eerste keer doe ik het zonder dat we de wapening aanbrengen. Nou, dus het is gewoon normaal zand in het bakje. Tussendoor stampen we het wel even aan om een mooi torentje te maken. Dat kun je thuis ook doen. Voilà. Oh, hij stond er al in. Godverdikkie. Ik vind het niet heel verrassend wat hier gebeurt, nee, eigenlijk. Maar wat ik met dit proefje wil laten zien is dat als je de wapening in aanbrengt, dat het dan ineens iets heel anders doet dan je verwacht. Namelijk dat het blijft staan. En wapening, wat zijn dit dunne... Ja, dit zijn, heb ik als voorbeeld, is gewoon gaas. Vliegenhorretjes. Ja, horengaas, gewoon bij de bouwmarkt gekocht. Dat passen wij natuurlijk niet toe in het project. In het project passen we veel steviger en groter gaas toe. Maar voor dit experimentje is het even te laten zien hoe dat werkt. Nou, we beginnen weer eerst met een laagje zand. Die moeten we weer goed aanstampen. Een laagje gaas erin doen. Nou, moment van de waarheid. Heel voorzichtig. Nou, voilà. Hier kun je op staan? Ja. Jo, zie je? Nou. En dit is dus precies waarom jullie die laagjes... Precies. ...in die grond doen en dat komt... Langs de complete N206 aan beide kanten. Ja. Wat een techniek, joh. Mooi, hè?
De werkzaamheden aan de Tjalmaweg zijn inmiddels begonnen met het aanleggen van de op- en afritten naar de toekomstige woonwijk, die gebouwd gaat worden op het voormalig terrein van Vliegkamp Valkenburg. We nemen ook even een kijkje aan de andere kant van het project, bij het toekomstige knooppunt Hopvliet. Hier kun je straks vanuit de tunnel de A4 op richting Amsterdam of Den Haag, of vanaf de A4 de tunnel in richting de A44. Om dit knooppunt te kunnen aanleggen is de A4 tijdelijk verplaatst in oostelijke richting, maar al rijdend op de snelweg is goed te zien dat de A4 straks onder de flyovers door komt te lopen. Bovenop de in aanbouw zijnde flyover heb ik afgesproken met Helmoet Berghout, contractmanager van de provincie. Mooi plekje, Helmoet, dit. Ja, geweldig. Mooi stukje Nederland, zo met polders. Ik sta naar snelweg te kijken, mooi stukje Nederland. Ja, maar het is wel zo. Ja. Nou, inderdaad, Zoeterwoude, de polders, de molen. En ja, het blijft natuurlijk ook een belangrijke verbindingsweg, de A4. Ja, het is toch de weg tussen Amsterdam en Den Haag-Rotterdam. Hoe lang gaat zoiets duren dan, voordat dit hele knooppunt klaar is? Ja, dat duurt toch nog wel een jaar. Ik heb het niet helemaal in mijn hoofd zitten, maar na het omzetten van de A4 hebben we ruwweg nog een jaar nodig om het laatste deel van de flyovers te bouwen. Nee, en daar wordt nu de nieuwe A4, of de nieuwe A4 aangelegd, waar we straks met z'n allen over gaan rijden. Zullen we even naar beneden gaan om te kijken hoe ver jullie zijn? Prima. Oh, dit is eigenlijk de middenberm dan, hè, straks? Ja, dit is de middenberm, ja. Nou, de nieuwe A4. Zeker. Maar even, hè, want ik zie hier nu drie banen. Welke baan is voor welke richting dan? Ja, dat lijkt wat verwarrend, drie banen. Maar deze twee banen, als dit wordt uitgezonden, dan rijden we daar al overheen. Dat zijn de banen richting het zuiden, richting Den Haag. Dus de buitenste baan is nog de parallelrijbaan. Dit is de hoofdrijbaan. En ten zuiden van waar we nu staan, voegen die weer samen tot één rijbaan. Oh, dus als je vanuit Leiden komt, rij je eerst over die parallelbaan. Ja. En als je gewoon vanuit Amsterdam komt, rij je al op de hoofdrijbaan. Precies. En die komen bij elkaar. Eigenlijk de bestaande parallelstructuur bij Leiden, die verlengen we. Oké. En die kant is dan richting Amsterdam? Het noorden is dat splitsingspunt er nog niet. Dus heb je hier nog één hoofdrijbaan. Een stukje meer naar Leiden toe splitst dat pas in een hoofdrijbaan en een parallelrijbaan. Oké, en die gaat 12 oktober open, geloof ik, hè? Ja. Dus nu we dit opnemen, rijden we... Of nu, wij staan nu. Ja, nu is er nog niks, maar als het wordt uitgezonden, is dit al open. Precies. Nou rijd ik best wel vaak over die A4. Ja. En elke keer denk ik, wat duurt dat lang? Want hoe lang zien we hier al niet bergen zand en stukjes asfalt liggen dat ik denk, jongens... Heel lang. Ja, dat is al sinds 2018. Ja. Het begint dat we hier, dit is een qua ondergrond een slecht stukje Nederland. Dus we hebben hier hele dikke veenpakketten in de ondergrond. Gecombineerd met een hoge waterstand hier, grondwaterstand. Dat maakt dat hier heel lang het zand moest consolideren. En we hebben hier de tijd zijn werk laten doen om de grond rustig te laten inklinken. En in de tussentijd hebben we natuurlijk de flyover gebouwd. Ja. En aan de start van het project lagen hier nog een paar grote gasleidingen die nog verlegd moesten worden, voorafgaand aan dat wij konden starten. Best wel feestelijk momentje. Ja, toch eigenlijk wel. Ja, ja. Dat dacht ik al. Ik heb iets meegenomen. Let op. Kijk, goed man. Ja. We moeten even de weg officieel openen. Kijk, normaal doet Floor Vermeulen dat, de gedeputeerde. Ja. Als we niks zeggen, doen wij het gewoon. Eigenlijk is hij al klaar, hè? Ja, is hij al klaar, ja. Sorry, Floor is te laat. Maak maar open. Ik heb ook glazen. Ja. Kijk. Even schudden voor het effect. Nou, je bent wel heel snel, hè? Dit is natuurlijk wel alcoholvrije champagne, want we hebben het over verkeer. Uiteraard. En dan gaat alcohol niet samen. Nou, op de nieuwe A4. Op de nieuwe A4. Helmoet, mag ik er misschien ook even overheen rijden alvast? Als eerste. Want het is wel leuk zo met zo'n fles champagne, maar ik mag als eerste over de nieuwe A4. Ja, het is vrijdagmiddag. Het is leeg, ja, vooruit. Er is niemand. Ja, mag het serieus? Ja. Oh, dat ga ik doen. Oh ja, echt. Oh, dan ben ik... Wacht. Zo, hou jij hem vast? Ik hou hem vast. Wil je niet zelf als eerste rijden? Ja, ik gun jou het. Oh, dat is wel aardig. Hey,
de toekomst. Want er moet nog hoop gebeuren. Zeker. Een strakke planning ook, hè? Ja, zeker met de faseringsstappen hier op de A4. Er is een jaarkalender qua hinder. Daar wordt je weekenden toebedeeld die je dan mag hebben om de A4 af te sluiten. Dus dat moet een jaar van tevoren al vastgelegd worden. Dat is ook niet meer te veranderen dan. Dus dan moet je ook in dat weekend. Dus echt? Je kan niet zeggen, we redden het net niet, we doen het volgend weekend afsluiten. Nee. Dat staat al heel lang van tevoren vast. Dat staat een jaar van tevoren vast, die weekenden. Dus er even aanpoten. Dat is even aanpoten, want het moet en het zal dat weekend doorgaan. Oké, nou, deze gaat in ieder geval nu open. Ja, voor zeker, mij. Dat gaan we doen. Voor de weggebruikers 21 september en die 12 oktober. Dankjewel man, succes met alles. Dank je. Zo, de verlegde A4 is super officieel geopend. Op 21 september is de weg in de richting van Den Haag in gebruik genomen. En vanaf maandag 12 oktober kunnen we ook richting Amsterdam over het nieuwe stuk van de A4 rijden. Wil je meer informatie over het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland? Kijk dan op omroepwest.nl/Rijnlandroute.